Ghazouani of Ghazouani? Ghazouani. Ghazouani. Oké, okay. Precies. Nou, hartstikke mooi. Dan weten we dat ook en weten de speakers dat ook. Nou, die gaan daar geen fouten meer in maken. Want je gaat natuurlijk heel vaak je naam genoemd horen worden. Nadat je gescoord hebt of na een fantastische assist. En dat heb je al heel veelvuldig gedaan bij Hercules. Die club ben je wel heel lang trouw gebleven, hè Omar? Ja, dat klopt. Ik voelde me daar thuis. En zij speelde ook hoe ik graag wilde spelen. En vaak dat buitenspelers op het middenveld komen, wat ik hier ook bij DWS meekrijg. En zodoende, nadat ik daar ook vaak ben. Ja. Voor mij mag je je microfoon iets dichter bij je mond houden, want je praat heel bescheiden. Dan ben je niet in het veld. Wat is het typische van jou als speler? Waarvan denk jij dat de tegenstanders enorm schrikken? Ik denk dat het een beetje te maken heeft met mijn dribbel en mijn acties die ik in huis heb. En mijn passeerbewegingen. En vooral dat ik links- en rechtsbenig ben en van alle kanten voorbij kan komen. Met hoeveel mensen denk jij dat DVS kampioen moet gaan worden? Met 11 of met 13? Of... Nee. Want de kans is gewoon aanwezig dat je niet zomaar niet in de basis zou kunnen staan. Hè? Ik weet niet of je met teleurstellingen kan omgaan. Ik zelf zou je in de basis zetten, maar ik ben niet de trainer. Maar die kans loop je wel. Nee, klopt. Tuurlijk, elke speler wil gaan voetballen. Als ik hier zou zeggen dat ik op de bank, als ik een bankspeler zou zijn en ik kampioen zou worden, dat ik daar blij mee zou zijn. Ik ben wel zo eerlijk om te zeggen dat ik daar, liefst wil je gewoon spelen. Maar jij weet ook wel dat je met zeker 15, 16 man kampioen kunt gaan worden. En de selectie zit dusdanig in elkaar dat die behoorlijk breed is, laten we zo zeggen. Ja, nee, klopt. Als je kampioen wil zijn, dan moet je ook een breed selectie hebben. En moet je dat met z'n allen gaan doen. Hele selectie. En je kan dat niet in eentje doen of met 11 spelers. Daarvoor heb je iedereen nodig. Heb je een leuk maandje gehad tot nog toe? Al een leuke maand? Ja, ik had niet verwacht wat ik nu heb meegemaakt. Dat ik nog een beetje zoekende zou zijn. Maar ik ben heel goed opgevangen. En door de publiek, spelers, staf en de voorzitter natuurlijk, die ook heel grappig is. Maar ik geniet op dit moment. Ja, mooi. Het is een leuke groep ook, gewoon. Ja, ik vind het een hele leuke groep. En je leert van iedereen, leer je wat. Dus, en het is een teamsport natuurlijk. En ondanks het feit dat je natuurlijk heel veel individuele acties gaat maken, maar dan altijd in dienst van. Hè? Ja, klopt. Ja, want het aantal assists die ik gezien heb in de oefencampagne, ja, dat is al aardig wat hoor, Omar. Ja. Ik, bij Hercules heb ik dat ook veel gehoord. Dat zeggen ook vaak tegen mij van, volgens mij hou je niet van scoren, hou je meer van assist geven dan scoren. Ik ben eenmaal zo'n voetballer en wat ik wel moet doen is wel vaker ook gewoon gaan schieten en niet te veel nadenken in de sessie. Zaterdag is het zover, Omar. Klopt, ik heb er veel zin in. Mooi zo. En wij ook, om jou te zien voetballen. Dankjewel. Bedankt voor dit interview. Dankjewel voor de vertrouwen. Okay.